Hoi, Arne hier. Dit is een vlog over het al dan niet beginnen van een vlog. En over dergelijke levensbelangrijke beslissingen moet goed bezonnen worden. Daarom neem ik jullie mee op een meditatieve wandeling in de Bourgogne. Hier kom ik dus om te joggen of om een beetje te lezen of een wandeling te maken, zoals we nu bezig zijn eigenlijk. Dus waarom zou ik een vlog starten? Hè? Iedereen heeft dat toch al. Wie zit daar nog op te wachten? Wel, daar zijn een paar goede redenen voor, denk ik. Ten eerste, ik heb het gevoel dat ik wel iets te vertellen heb. Zeker nu ik bezig ben met Low Budget Chatset. Dat is mijn nieuw muziekproject. Ik ben weer volle bak voor muziek aan het gaan. En we zijn een album aan het opnemen. Dus ik heb echt het gevoel dat het een beetje een nieuw hoofdstuk is in mijn leven eigenlijk. Wat zijn nu de voor- en nadelen van een vlog? De pro's zijn, ik kan lullen in een camera. Dat heb ik al 6 jaar gedaan bij VTM Kazoom. Tot groot jolijt van Jong Vlaanderen. Ten tweede, op die manier weet mijn moeder ook nog dat ik leef. Dag mama, de zwirkelpatatjes waren zeer lekker. Reden nummer 3, ik kan op die manier mijn eigen Vlaanderen vakantieland wandelshots opnemen. De prachtige natuur van de Bourgogne brengt me helemaal tot rust. Het is ook gewoon leuk om iedereen op de hoogte te houden van de vorderingen van mijn nieuw album. Wat er allemaal aankomt met Low Budget Chatset. Nog een reden is dat ik in tegenstelling tot Snapchat meer dan 10 seconden heb om alles in één shot te krammen. Dus ik ben ook echt niet goed in van die hippe foto's met filters zoals op Instagram, waar alles er super goed moet uitzien. Behalve dan foto's van mijn naaktkat Mila. Must be love, love, love. Voilà, dat zijn een heel pak voordelen. Wat zijn dan de nadelen? Het is zeer irritant voor mijn onmiddellijke omgeving. Heel tijd met de camera rondlopen. Mensen kijken je ook heel raar aan. Dat is ook ambetant. Nu, dat waren 2 vriendelijke mensen, dat telt niet mee. Plus dan ook het feit dat ik moet concurreren met persoonlijkheden zoals Gary Vaynerchuk en Casey Neistat. Plus, zij spreken Engels. Ik denk niet dat ik de wereld ga veroveren met mijn pseudo-West-Vlaams-Nederlands. Dus dat is misschien ook nog een klein nadeeltje. Maar gelukkig sprankel ik wel en heb ik een hele mooie uitstraling. Swat, genoeg stof dus om over na te denken. Het is eigenlijk wel leuk, hè, dat vloggen. We zien. Hallo. Oei! Ik denk wel dat ik dat graag ga doen. Dus wat denken jullie? Een vlog of niet?